Hallo, welkom allemaal op mijn nieuwe kanaal, Martijn op reis. En mijn allereerste vlog die ik ooit gemaakt heb, überhaupt. De naam van het kanaal zegt het al, Martijn op reis. Ik ben Martijn en ik ga op reis. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb mijn huis opgezegd. Vanaf komende zondag zit ik niet meer waar ik nu zit. En heb besloten te gaan reizen. Hoe lang is het? 4 jaar lang ben ik docent aardrijkskunde geweest. Docent aardrijkskunde en mensmaatschappij. Merkte een beetje dat ik tekort aan vrijheid had. En dat ik gewoon op zoek was naar meer avontuur of zo. Of meer, gewoon zelf ook dingen mogen bepalen. Ik vind onderwijs heel leuk, alleen die vorm was niet helemaal de juiste. Dus eerst ontslag genomen was best wel moeilijk. Al die leerlingen helemaal in, toch wel in shock een soort van. Vonden het wel jammer. Collega's vonden het heel jammer. Ik heb super leuke berichten gehad. En dat het moedig is. En dat ze het me gunnen en dat ze me willen volgen. Bij deze. Toen dacht ik van hoe lang wil ik dan? Waar wil ik dan heen? Dat ga ik je zo helemaal uitleggen. Toen dacht ik, wat moet ik dan doen met mijn huis? En toen dacht ik, weet je wat, als ik echt zo lang ga, dan wil ik ook gewoon alles opzeggen. Of tenminste alles opzeggen. In ieder geval mijn huis en de kosten zo laag mogelijk houden. En dat heb ik wel geprobeerd. Daar ben ik ook nog steeds al mee bezig. Maar wel besloten om het huis waar ik nu in zit, ik zal het even laten zien. Dit is waar ik de afgelopen 3 jaar gewoond heb. Om dat op te gaan zeggen. Heb besloten om te gaan reizen. En ik wilde je dat eigenlijk even laten zien aan de hand van deze kaart hier aan de muur. Ik heb hier een kaart van de wereld aan de muur. Die ga ik even afhalen. Als dat een beetje lukt. Ja, dat lukt. En het leuke van die kaart is dat het, dat ik hem met stift op kan tekenen. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik je even laten zien hoe ik ongeveer denk te gaan reizen. Dit is ongeveer de kaart. En ik zal even de stift erbij pakken. Even kijken hoor. Kijk, we zijn nu in Nederland. Hier zo. En dan ga ik eerst met mijn zusje ga ik dat samen doen. Ga ik eerst naar New Delhi. Dus dat vlieg ik. En dan gaan we ongeveer 3 weken in het noorden van India zijn. Daar heb ik gewoon onwijs veel zin in. Samen met Esther. En dan willen we onder andere naar Varanasi. We willen naar, sowieso de, hoe heet dat, de Taj Mahal, Jaipur. Gewoon een beetje wat eigenlijk iedereen daar doet. En dan daar ook weer gaan vloggen. Dus dat ga je ook allemaal zien. Daarna wil ik, willen we, Esther en ik, die vliegen dan als het goed is naar Kathmandu. Daar gaan we in ieder geval 2 weken de Himalaya beklimmen. En dan hebben we hier nog zo'n natuurpark. Ook heel veel zin in. 2 weken trektocht door de Himalaya lijkt me echt super vet. En in dat natuurpark schijn je ook allemaal wilde beesten kunnen zien. Zoals neushoorns en weet ik wat, olifanten, krokodillen, al dat soort dingen. Dan wilde ik eerst naar Australië. Maar toen dacht ik, qua seizoen is het handig om eerst naar Nieuw-Zeeland te gaan. Nee, ik sla wat over trouwens. Wacht, dit is fout. Eerst wilde ik vliegen naar Myanmar. Hier 2 weken zitten. Over land door naar Thailand, naar Bangkok. En dan in het zuiden van Thailand wilde ik nog een aantal weken zitten om in ieder geval naar te feesten. Maar ook mijn duikbrevet te halen. Dat schijnt daar op het goedkoopst en ik denk ook snelst te kunnen doen. Dat lijkt me sowieso heel vet. Dus even een paar weken is Myanmar, Thailand. Dan pas ga ik dus naar Nieuw-Zeeland. Dus dan is het weer terug naar Bangkok en hup naar Nieuw-Zeeland. Daar 6 weken chillen, Noord en Zuid. Dan naar Sydney. En dan wil ik daar, dat is dus moeilijk, want ik heb daar een neef wonen. En daar wil ik sowieso even mee chillen, een tijd. En dan denk ik erover na om een auto te kopen daar. En dan helemaal zo de oostkust te doen, tot in ieder geval aan Cairns. Dan door te rijden naar Darwin. En dan dwars door het midden zo, via Alice Springs, naar Adelaide, Melbourne, Canberra en weer terug naar Sydney. Ja, daar ben ik wel lang mee bezig. Maar ik wil dus, ik twijfel nog. Want je kan ook een busticket daar schijnt. Maar ik wilde eigenlijk een auto kopen, omdat ik ook dan naar binnenland door kan. En ik wil daar af en toe een beetje gaan werken. Dus dat ik bijvoorbeeld 2 weken bij een boer of een paar weken in een bar of dat soort dingen. Dat moet ik allemaal nog zien. Dan van Sydney zo, woep. Ik heb ooit gezegd Santiago, maar het kan ook weer Buenos Aires zijn.
Ja, het kan, ja, misschien wel Sao Paulo, ergens in Zuid-Amerika. En dan wil ik eigenlijk dan heel Zuid-Amerika door. Bolivia, de zoutvlaktes, Peru, Machu Picchu en Rainbow Mountain, een stukje Ecuador, Colombia. Hier even kijken. Dan, ja, als het veilig is, dat moet ik wel zeggen, dan moet ik daar maar zien. Maar ik heb mensen gehoord, die zijn dus door Panama gegaan. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, helemaal door tot aan Mexico. Ja, dat lijkt me echt heel vet. Ik heb 6 jaar geleden een Mexicaan leren kennen. Die, ja, roepen we al 10 jaar of al 6 jaar dat we die willen opzoeken. Dus dat wil ik dan doen. Misschien een uitstapje naar Cuba. Daar is een goede vriend van me pas geweest. Die zei ook, ja, super vet. Dus dat misschien. Dan zitten we inmiddels... Nou, als het een beetje volgens planning is... En de kans is groter dat hij niet volgens deze planning gaat... Dan dat hij wel volgens deze planning gaat. Maar de planning is dat we dan... dan ben ik trouwens alleen. En dan zit ik in september, oktober 2018. Denk ik. Dat we dan van Mexico nog vliegen naar Kaapstad. En dan via... Wat zit hier ook weer? Johannesburg. Misschien het zuiden van Mozambique. Zambia, Tanzania, Kenia. Nou, dan ben ik ongeveer wel klaar. En dan kan ik naar huis. Denk ik. Maar het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld nog naar Japan ga. Of dat ik, weet ik veel. Wat hebben we nog meer? Taiwan of China. Of ja, weet ik veel. Misschien ben ik het wel na 5 maanden zat. Dan keer ik dan terug. Misschien kom ik er na 2 maanden achter dat ik dat YouTube helemaal kut vind. En dan stop ik ook. Dus het is allemaal wel een beetje, we moeten het maar zien. Maar dit is ongeveer de planning zoals die is. Dus dit. Dit ga ik doen. Maar ja, dat moeten we maar zien of dat lukt. En of dat leuk is en hoe lang ik er dan over doe. En of ik niet al heel snel zat ben, et cetera, et cetera. Maar ik ben op dit moment van plan alles te vloggen. Vind je het leuk om te volgen, abonneer dan. Vind ik leuk. Ik deel het sowieso. Deze link deel ik met vrienden en familie. Maar goed, hij is open voor iedereen, dus iedereen zou het mogen zien. Ik ben heel benieuwd. Als je nog tips hebt of dingen die je heel graag wil zien. Of contacten of weet ik het wat. Laat het me gerust weten. En misschien dat ik je een volgende keer op dit kanaal wel weer zie. Tot zover. Tot op de volgende vlog. Misschien wel in India. Misschien nog net niet. Ik weet het nog niet. Tot later. Hoi hoi.